De maritieme autoriteit Suriname MAS is vanaf vandaag tot en met 14 juni gastheer van de 9e interregionale coördinatiecomité bijeenkomst IRCC. De openingsceremonie vond vanmorgen plaats in Ramada Paramaribo Princess Hotel. Volgens het bedrijf is het doel van de bijeenkomst activiteiten over de beschrijvingen van de waterbodem van de lidstaten op regionale basis vast te stellen en te coördineren. De IRCC moet ook samenwerkingen met betrekking tot capaciteitsopbouw, onderwijs, training en de uitvoering van de Worldwide Electronic Navigational Chart Database geschikt voor de internationale scheepvaart tot stand brengen. Volgens Michel Amavo, directeur van de MAS, is deze vergadering een voortzetting van de vorige week. Daarbij zijn het vaststellen van de standaarden en de productie van kaarten behandeld. Eigenlijk is de hele wereld is hier. Het is namelijk zo dat de wereld is opgedeeld in verschillende regionale hydrografische commissies. Wij participeren als Suriname in de Meso-American and Caribbean Hydrographic Commission. En al deze commissies gaan dan bij deze vergadering rapporteren over de stand van zaken betreffende hydrografie in hun gebied. Het gaat met name over de survey van de verschillende gebieden. En waarom is die survey van die rivieren en die zeeën van belang? Omdat zonder een goede survey, zonder een goede kaart, is er geen eten op de keukentafel. Ja, dat is eigenlijk een heel goede manier om dat uit te drukken. Want als de kapiteins van de schepen geen goede kaarten hebben, kaarten die up-to-date zijn, kaarten waarop duidelijk is waar de obstakels zijn in de rivieren of de zeeën, dan gebeuren er eigenlijk alleen maar ongelukken op de rivieren. En dan komt die brandstof niet bij de tankstations aan. Ja, want dan heb je een probleem, die vaargeul wordt geblokkeerd of die vaarweg. Dus vandaar dat hydrografie heel belangrijk is. Amavo zegt verder dat het beschrijven van de waterbodem ervoor zorgt dat er betere kaarten geproduceerd kunnen worden. Hetgeen heel belangrijk is voor onder meer de economie. De MAS-directeur is vereerd dat zijn organisatie gastheer is van deze belangrijke bijeenkomst. Nee, de voorzitter van deze vergadering is meneer Oei van Singapore. De MAS faciliteert alleen maar als een member state van de IHO. Hebben wij dus 4 jaren terug aangeboden om deze vergadering te hosten. En we zijn heel blij daarmee dat de mensen hier zijn en dat ze ook een beeld kunnen hebben van dat er in de wereld niet alleen maar zeehavens zijn, maar dat er ook landen zijn die alleen maar rivierhavens hebben zoals Suriname. En dat ze de plaatselijke omstandigheden van Suriname kunnen zien. En trouwens, we zijn ook bezig om te kijken naar samenwerkingsverbanden met Frankrijk met name. Waarbij we kijken naar hoe we verder samen kunnen werken voor wat die grensrivier betreft. Dus dit is een heel goed moment. De collega van Frankrijk die krijgt ook een rondleiding bij het MAS-emplacement. En dan kijken we hoe we dus die samenwerking verder kunnen uitbouwen. Michel Amavo, directeur van de Maritieme Autoriteit Suriname. De organisatie is vanaf vandaag tot en met 14 juni gastheer van de 9e Interregionale Coördinatiecomité bijeenkomst IRCC. De openingsceremonie van deze meeting vond vanmorgen plaats in Ramada Paramaribo Princess Hotel.